Vandaag ben ik bij Permanent Beta geweest. Dat is een dag waar echt de meest uiteenlopende mensen komen. Van technologie tot persoonlijke verhalen. En vandaag mocht ik hier ook een verhaal vertellen. En dat was mijn eigen verhaal. En ik krijg de laatste weken wel meerdere keren de vraag van... Margriet, waar gaan jouw lezingen eigenlijk over? En om een lang verhaal kort te maken... gaat het eigenlijk over wat gebeurt er op het moment... dat dingen anders lopen dan dat je graag had gewild of gedacht. Onze volgende spreekster heeft een persoonlijk verhaal. Het is een verhaal van veel presteren, keihard trainen. Daarna falen, lukte gewoon niet wat ze wilde. En heeft de zaak weer opgepakt. Vond haar eigen kracht, vond haar eigen talent. Begon een eigen bedrijf en is daar nu heel succesvol in. Een prachtig voorbeeld... van hoe je met je talenten op een positieve en uiteindelijk groeiende manier kunt omgaan. Je bent vast nieuwsgierig geworden. Een applaus voor Margriet de Schutter. Dan krijg ik ook vaak wel de vraag, gaat het niet vervelen als je elke keer dezelfde vraag of hetzelfde verhaal vertelt? Maar ja, eigenlijk is iedere keer weer anders. De groep is elke keer anders, waar ik het ook wel op afstem. En daarnaast, mensen raken, dat verveelt nooit. Dus dat is eigenlijk in het kort... waar het over gaat. Maar eigenlijk moet je er gewoon een keertje bij zijn. En dan kun je echt ervaren hoe het is. Dus ik zou zeggen, hou de social media in de gaten. Om daar probeer ik het zoveel mogelijk aan te kondigen. Of op de website exopsporten.nl. Zie ik je een keer in de zaal?